Deze beschouwing die gaat over mijn geweldige baan. Ik ben zo in mijn nopjes met mijn nieuwe werk. Ik heb mijn leven lang gewerkt in de automatisering. Sinds dat ik klaar was met mijn studie dan. Ik heb, uh, tijdens mijn studie heb ik andere baantjes ook gedaan. Ik heb ook een keertje plastic velletjes dubbel gevouwen. Ja, waar je al niet geld mee kan verdienen. Dat was thuiswerk, maar vond ik wel leuk. Iedere ochtend als ik opstond, daar dus stond ik iets eerder op dan gewoon. En dan haalde ik koffie in de keuken. En dan ging ik eerst een half uurtje plastic velletjes dubbelvouwen. En dan eens in de zoveel dagen kwam die man die mij dat werk had gegeven. die kwam er langs met een hele vette auto. Die verdiende goed, die vent. En dan haalde hij de gevouwen vellen op. en dan kreeg ik nieuwe dozen met ongevouwen vellen. en dan moest ik die weer dubbel vouwen. <laughs> dat was het. Dan verdiende ik 16 gulden per uur. Dat is. Uh, ja, dat was toen een hoop geld, hè? Ik kreeg betaald per velletje. En dan wil je wel uh, 16 gulden per uur gaan verdienen. En dat is wel een leuke tijd. En na mijn studie ben ik uh, als zelfstandige gaan werken. Nooit een arbeidscontract gehad. En nu dan voor het eerst. Ik heb uh, ongeveer een jaar geleden... Uh, ving ik op in de kroeg... Toen ik daar zei ik wil gaan werken in de gezondheidszorg, als maakt me niet uit. Letterlijk, hè? als, dubbele punt, maakt me niet uit. Door billen wassen, dat is dan misschien dat ik daar een drempeltje voor over moet, maar dat zou ook kunnen. Maar er zijn toch genoeg dingen te doen in de gezondheidszorg, het is niet alleen maar billen wassen. En toen zeiden die mensen, nou, nou. Ik was met twee mensen aan het praten en die waren afhankelijk van de gezondheidszorg. Die zeiden van, ah, dan moet je daar en daar gaan solliciteren. Dat heb ik gedaan. En ook in die sollicitatie duidelijk gemaakt van. Uh, nou, ik ben die en die, ik ben zo en zo oud en die en die opleiding. En ik wil werken in de gezondheidszorg en jullie zijn een gezondheidszorgorganisatie. En dat maakt me niet uit uh, wat je me laat doen. Als ik het maar kan. En, uh, nou ja, ik heb een goede gezondheid en een goed stel hersenen. En... Ik heb schone kleren. En, ja, je kent het wel. Een goede omgangsnormen. Ik kan mensen goed inschatten. Ja. Dus zet mij maar ergens neer. Ik red me wel. En zo ben ik erin getuind, um, uh, ingetuimeld moet ik zeggen. Ingetuind, dat betekent dat je hè, voor de gek bent gehouden, maar ingetuimeld. En dan ben ik beland in uh, de sector ondersteuning. En dat is zoveel als schoonmaken en af en toe eten koken. Maar dat heb ik alweer een tijdje niet gedaan. De laatste klussen die ik had was uitsluitend schoonmaken. Vind ik ook goed. Eten koken vind ik ook leuk. Maar schoonmaken op zich heb ik helemaal geen moeite mee. Dat dus is ook leuk werk hoor. Dat is best afwisselend. Eigenlijk hoef je helemaal niet. dus ja, is niet heel veel werk. Maar, maar ieder toilet is toch weer anders. Ik heb inmiddels ook een opleiding genoten. Van zo'n officiële schoonmakeninstantie SVS. En ik heb zo'n cursusboek hier thuis. Dus dan kan ik het allemaal nog rustig nalezen met hoe het ook alweer precies moet. En zo heb ik dus geleerd dat bij het schoonmaken, dat daar nogal wat bij komt kijken. Nou, dat kan je ook wel vermoeden. Maar ja, als je het niet verteld krijgt, weet je het niet. En de grap was dat ze mij echt niet van tevoren eerst die opleiding hebben gegeven en dan vervolgens naar de eerste locatie hebben gestuurd. Ben, ja, maf. Dus ik, zo stond ik dus begin juli. Ergens om tien voor negen s morgens op een bel te drukken. En ik hoorde binnen eh, ongelooflijk lawaai. En ik dacht eens even dat ze daar met boormachines of een slijptol of zo bezig waren. Jeetje, die zijn aan het verbouwen met een. Je kan het wel, hè? Nou, dat was helemaal niet zo. Dat waren de bewoners. Dat was mijn eerste pand. Dat was gelijk. In die zin in het diepe. Dat waren. Uh, ja, mensen die. Dat heet E en B. Ernstig, meervoudig, beperkt. Dat zijn mensen die, die. kunnen bijvoorbeeld niet. zelfstandig eten. Dus die moeten of gevoerd worden. Of, de kan nog erger, die kunnen niet eens gevoerd worden, die moeten, die moeten zonder voeding hebben. Dus dan is er een, een slangensysteem, dat komt er denk ik uit in de maag. Zo, hè? En dan moet iemand van de begeleiding, die moet met een soort injectiespuit uh, materiaalachtig ding. die hele dikke, zo ziet het eruit: hele dikke injectiespuit. En dan spuiten ze. Uh, ja, het maag-darmkanaal van zo'n bewoner. spuiten ze vol met iets wat eruit ziet als een dikke, half dikke pap. Een beetje beersje van kleur. Crème-kleurig. Iets wat je niet hoeft te kouwen in elk geval, want ja, het gaat direct de darmen in. Of de maag. En mensen zijn erbij die kunnen ook niet lopen. Nou, praten, dat zit er ook niet bij. Ja, dan gaan ze bijvoorbeeld krijsen. Dat maakt die mensen niet zoveel uit. Die hebben niet die aanwezigheid. Die hebben niet het besef dat ze aan het krijsen zijn. En ja, dat is er gewoon zo. Als je niet tegen dat gekrijs kan. Ja, dan moet je er ook niet gaan werken. Nou, ze krijs niet de hele tijd hoor. Dat valt ook wel in mee. Maar dat was dus mijn uh, binnenkomst. Gelijk in het diepe. En dan moet je dus nog aan je werk. Uh, dan moet je gaan schoonmaken. En er werd dus ook gezegd: Nou, dit uh, moet je wissen. En, uh, ja, moet je wissen en moppen. Je snapt dat wel. En ik mag zo knikken. Ja we uh, wissen en moppen. Ja natuurlijk. Ja, het is uh, helemaal geweldig. Ik wist echt niet wat ze bedoelden. Ik denk: wissen? Ja, toch. Uh, dat is toch ook uh, moppen? Ja, als je mopt, dan ben beter gaan het wissen. Dan, ja, het zal wel. Ah, inmiddels weet ik het dus. Wissen, dat is dat je met uh, een, een soort swifferachtige doek over de vloer gaat, dat is om stof en allerlei uh, andere los vuil uh, te verzamelen. En als je dat gedaan hebt, dan ga je moppen. En dan dat wissen, dat kan in principe op. Ja, in principe moet je daar, heb je daar twee methodes voor. Want je kan ook wissen met een, een soort stofachtig systeem. Maar de laatste tijd werk ik dan met wissen dat je daar echt dat papier voor gebruikt. Net als met de Swiffer. En dat papier van ons zit op een grote rol. Maar ik heb ook gewerkt op locaties waarin je dan heb je dus niet zo'n rol. En dan hebben ze die doekjes kant-en-klaar op de juiste maat. Zitten ze in een plastic verpakt. En dan haal je één er er, voor één zo'n doekje eruit. Maar die zijn duur, zag ik. Ik denk op de rol dat het goedkoper is. Nou, op de juiste manier moet je die aan de, aan de wisser ding doen. Zo'n wissel ding moet je ook op de goede hoogte afstellen dat hij precies tot aan je schouder komt. Want je moet goed om je lichaam denken. Want even een kamertje wissen, dat is iets anders dan dat je een heel complex moet gaan wissen. Dan kan je goed last krijgen van, van je rug en al dat soort dingen. Dus dat, je moet goed denken om je lichaamshouding. Dat heb ik allemaal geleerd op de cursus. Dus ik weet nu ook dat een of andere locatie, daar moet ik maandag bij de way naartoe. Ja, die heb ik dus ook aangepakt. Die heb ik al een paar keer heb ik die schoongemaakt. En daar heb je lange gangen. Gangen van 4 meter breed. 30, 40 meter lang of zo. Ja, dat moet je niet zomaar aanpakken. Dan krijg je er een probleem mee. En maandag ga ik weer lekker oefenen met de manier van wissen zoals ik dat geleerd heb. Op de cursus. Dat is wel weer leuk, snap je? Dan ben je twee dingen tegelijkertijd aan het doen, namelijk je bent de gang aan het schoonmaken en je bent aan het oefenen met het echt volgens de regelen der kunst gaan wissen en dan moppen. En dat je dus zo'n gang aanpakt en extra snel en efficiënt klaar bent, omdat je het helemaal goed doet. Dat is tof man. Dat is leuk werk. En dan helemaal toevallig dat de, 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 de christenen zouden zeggen: dat is de Heilige Geest. Kijk, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt. En behalve dan zo'n baantje in mijn studententijd, maar dat was zwart. De, de, ik heb dus nooit een arbeidscontract gehad. En ik heb dus ook nooit de luxe gehad dat ik, als ik ziek uh, zou zijn. Ik ben wel ziek geweest, natuurlijk in die jaren. Maar dan was ik ziek. En dan werkte ik niet. En dat was het dan en iets als ziektegeld of dat je doorbetaald krijgt, dat, dat heb ik nooit meegemaakt. En dan ben ik niet veel ziek geweest hoor, maar ik ben wel eens ziek geweest. En ja, dan, ja, dan kon je niet werken en dan belde ik mijn klant op en dan zei ik ja sorry ik ben ziek vandaag en uh, ja die software uh, ja, die, die lever ik wel wat later op. En dan zei die klant wel joh, doe me ik allemaal ga maar lekker uitzieken. Die mensen werden niet boos of zo. Die werden niet zag maar ik werd niet doorbetaald voor de uren dat ik ziek was. Mijn klanten betaalden alleen maar voor software die af was. Dus dat maakte mijn klanten op zich ook niet veel uit als ik ziek was. Dan kwam het gewoon wat later en maakte hun het uit. Nou, sinds juli vorig jaar zit ik dus in een arbeidsverband. En toen kreeg ik een accuetje aan mijn linkerhand en dan moest ik geopereerd worden. En ik dacht eerst van, ah, dat loopt wel los. Ja, een beetje operatie, mijn pink natuurlijk. Nou, dat heb ik geweten. Man, ik kwam het ziekenhuis uit en... Nou, tegen de tijd dat ik thuis was, waren de pijnstillers uitgewerkt. En oh, 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 oh. ik zag helemaal... De... Ik zag sterretjes, man. Dus de volgende ochtend gelijk mijn werkgever gebeld en gezegd van... Nou, uh... ik had mijn werkgever van tevoren gebeld en gezegd van... Nou, ik moet voor een kleine operatie naar het ziekenhuis... En ik verwacht dat het wel mee zal vallen. Dus... Maar even dat je het weet. Nou, dan zeiden dus, ze: Oh, dat is wel aardig van je dat je dat zegt. Ja. Nou, toen heb ik dus gebeld: van, Nou, het valt helemaal niet mee. En ik heb net te horen gekregen: Dat was dus die dag ervoor dat ze in het ziekenhuis tegen me zeiden: Van jij morgen werken? Uh, nee. Uh, jij gaat minimaal uh, zes weken uit de running. Zes weken lang mag jij geen werk doen. Tenzij jij. Uh, licht administratieve werkzaamheden hebt. Die, die mag je doen. Maar ook niet morgen al. En dat zal je zelf wel ontdekken. En daar hadden ze ook helemaal gelijk in. Dus ik dat doorgegeven aan mijn werkgever... en die zeiden oh, oh, oh. En later nog een keer tegen ze gezegd... ja, licht administratief werk... mag ik doen en kan ik doen... en zeg maar wat je wil... En of er nou een gebrek was aan creativiteit van hun kant, of, of dat ze echt niks hadden, ik weet het ook niet. Maar... Ik had ook facturen op alfabet kunnen leggen. Of, uh, zeg maar wat. Ik kan van alles. Maar dat kwam er allemaal niet van. Dan dus zat ik dus echt thuis de hele dag door. En omdat ik een nul-uren contract had, dacht ik van nou, dan ben ik mooi de bok. Eh, want je werkt als het ware voor een uitzendbureau. Dus ze hebben geen enkele verplichting naar je toe. Maar toen bleek, tot mijn groot plezier en grote verbazing, op een plezierige manier, dat mijn werkgever toch ging uitbetalen. Dus over de maand november, en over de maand november heb ik een keurige loon gekregen. De Belastingdienst was er ook heel blij mee, want die hebben inmiddels loonbeslag gelegd. Ja, ik, heb niet, ik heb niet gefraudeerd of zo, maar. Ik heb wel de regels een beetje ruim geïnterpreteerd. Ja, kijk, alcohol drinken en, uh, en de administratie bijhouden, dat zijn geen dingen die je tegelijkertijd moet doen. Je moet of het een doen of het andere doen. En ja, Ik had gewoon meer zin in alcohol drinken. Dus, ja. ja, dan maar even geen administratie hoor. Dus ik heb Amshalve boetes gekregen. Nou, we zien het allemaal wel. Dat wordt allemaal binnenkort wel opgelost. Maar de Belastingdienst was erg blij, want uh, er kwam ook nog eindejaarsuitkering bovenop of zo. Nou, ze hebben mooi even 800 euro in een zak kunnen steken. En dan laten ze nog wel een bedragje achter voor mij, vind ik ook wel aardig van de Belastingdienst. <laughs> nou, toen kreeg ik dus over november kreeg ik toch nog iets van 1028 euro was voor mij. Ik dacht, nou, daar doe ik het wel voor. Voor een hele maand uh, niet werken in de ziektewet zitten. Dat is toch ongelooflijk. De enige tijd in mijn afgelopen leven... Ik ben een zestig. Ik ben maar één keer in mijn leven... echt voor meerdere weken uit de running geweest. En toen zat ik in een arbeidscontractsituatie. Dat is... Uh, nou, dat is meer dan toevallig en uitermate plezierig. Nou voor december uh, zelf te de laken het pak, dus uh, straks krijg ik, want ik krijg altijd een maand later uitbetaald. Verder niet erg. Hè? Dus over december krijg ik uitbetaald in januari. Maar dan zie ik me dan wel weer. Hè? En voor januari, ik ben inmiddels weer volop aan het werk. En voor januari heb ik nou bijna 70 uur op de lijst staan. En, maar dat betekent dat ik weer volledig inkomen heb over januari ook. Dat is mooi. En wat wil nou? Want ik had dus, toen ik in juli vorig jaar daar op sollicitatiegesprek zat, en toen werden ze mij gevraagd van ja, en, uh, wat zoek je dan en uh, wat wil je doen en uh, we zoeken wat dit en is dat wat voor je? En dan had ik gezegd, ja, nou, ik vind dat wel best. En toen zei die, die jonge vrouw tegen mij, van, ja, uh, besef wel, het is een nul contract en... Uh, er zit verder helemaal niks uh, verplichting van onze kant in. Als er geen werk is, is er geen werk. En ik zei, dat is goed. Ik zei, als ik maar iets doe in de gezondheidszorg... Eh, dat ik een beetje... Uh, ik wil voor mensen werken. En dat, dat wilde ik. Ik wil iets concreets doen voor mensen. Niet langer dat automatiseringsgeneutel. En... Niet dat ik niet meer wilde programmeren... want dat doe ik nog steeds uh, volop... Ik kom echt helemaal aan me trekken wat dat betreft. Maar ik doe dat niet meer voor al die verwende typgeiten die tegen me zeggen: van waarom moet ik toch twee keer klikken? Want bij Microsoft hoef je maar één keer te klikken. En dan vind ik toch wel dat als je bij Microsoft maar één keer hoeft te klikken. dat ik het een beetje raar vind dat ik bij jou dan twee keer moet klikken. En waarom moet het dan bij jou dan twee keer? Waarom is het bij jou niet één keer? Omdat ik denk: hou je mond, of wurg je hier ter plekken. Hij had er gewoon gezimmer in. Totaal gehad met die laar. En toen zei die vrouw tegen mij: van, Ja, nou ja, onder de mensen werken, onder de mensen werken, er zitten ook locaties bij. En dan word jij geacht om uh, s morgens heel erg vroeg, dus zes uur s morgens, zeven uur s morgens moet je dan komen. En tegen de tijd dat jij klaar bent en dan word je geacht om uh, te gaan wieberen. Ja, dan pas komen de mensen. Dus of jij dan mensen ziet tijdens jouw werk, nou, dat kan ik je ook niet eens garanderen. En ik zo van, ja, doe maar. <laughs> nou, dat laatste, dat valt reuze mee, by the way. Ik heb inderdaad wel meegemaakt wat zij zei, hoor. Dat ik dus klussen had waar ik dan... Heel vroeg moest beginnen en nou, tegen de tijd dat je zo'n beetje klaar bent, stromen dan de mensen binnen. Dus dan begin je s'morgens vroeg helemaal in je eentje. Ja, dat is zo. En die klus die ik maandag heb, dan begin ik om drie, drie uur. En dan om vier uur of zo, of iets later, vier uur half vijf, dan is iedereen weg. En dan ben ik dan dus helemaal alleen. Vind ik ook niet erg. Nou, je ziet toch die andere mensen even. En, maar. Nou, ik vind het wel best. En ik vind dat schoonmaken zo lekker overzichtelijk. Heerlijk. En de techniek heb ik er goed in de vingers. En ik leer er nou, niet dagelijks bij, dat is onzin. Maar nou ja, het gaat de goede kant op. En wat me nou dus gebeurde, want dat had ik dus ook in gedachten. Ik zei dat ook bij het sollicitatiegesprek. Van ja, waar het mij om gaat. Is, ik grijp deze baan, deze mogelijkheid, grijp ik aan. En dan zit ik in ieder geval binnen bij jullie organisatie. En dan zie ik wel weer verder. Dit is niet uh, mijn uh, ideale eindpunt om op een nul-urencontract te zitten. en dat je niet eens weet waar je dan te werk komt. maar een beetje hier en een beetje daar. En Er zitten ook plekken bij die. Uh, met het openbaar vervoer niet echt heel handig te bereiken zijn, bijvoorbeeld. Zeg maar, laten we maar beginnen. En op die plek waar ik nu zit. Daar kwam ik, daar was ik ook heel s'morgens heel vroeg al bezig. En toen kwam daar een man langs en die stelde zich voor, een hele vrolijke kerel. En die zei: Ja, ik ben die en die. En ik ben de interim manager en ik kom hier de hele boel omgooien. Mijn taak is om te huppeltje puppen. En een van de dingen die ik ga doen, is: Ik ga mensen weghalen van de nul-urencontracten. En die krijgen een vaste, ja, vaste aanstelling. Ik zo. En ik zei tegen hem: van, Nou, als jij uren te vergeven hebt, ik heb nog wel uren nodig. Want dat nul-uren-contract is inderdaad een nul urencontract contract en, en in die maand november, dat ik dan toevallig niet kon werken, nou, dat was me goed ook. Want ik had helemaal niks in mijn agenda staan. Of, oh, niks. 30 uur. Ja, daar kan ik het niet redden. Ik zit op 14 euro bruto. Als je dan 30 uurtjes draait, ja, dan kan jij wel uitrekenen dat je daar niet je huur van kan betalen. En je elektra, en je internet, en uh, de boodschappen. Dus ja, dat, dat vond ik niet zo tof. En omdat ik toen in de ziektewet zat, werd het dus en allemaal, loste zich dat automatisch op. Nou, daar was ik wel heel blij mee. Maar dan toch denken van, ja. Yeah. Dus... En ik had daarvoor al een andere manager gesproken en ook tegen die manager weer gezegd van, ja, jij zei toen dat ik nog uren had en nou, ik sta te popelen. Die ook mijn naam en telefoonnummer gegeven. Nou, die manager die vist achter het net. Want inmiddels heb ik dan via die manager, die ik dus van de week vorige week sprak. Ja, ik ben binnen. In die zin, uh, ik sta voor 27 uur per week op de lijst. Nou, ik heb tegen die man gezegd: van nou, ik zou alles. Dat, dat, ik heb tegen die man gezegd: van maakt me niet uit. Ik wil, uh, ik wil meer uur, ik wil meer vastigheid, dat is voor mij prioriteit. En het liefste wil ik maar 18 uur in de week, want daar kan ik het namelijk net van redden. Dat is toch wel aantrekkelijk voor mij. En dan hoef je maar 18 uur in de week te werken. Wat een luxe, hè? By the way. En die man, ja, ik ken dat type wel. Hoor. Ik ken mijn papa-heimers. Dat is echt zo'n manager-manager. Een zo handige jongen. Hij is mijn leeftijd, is een paar jaar jonger dan ik. 58 of zo is hij. En hij zit er interim. Dus hij heeft eventjes de boel te reorganiseren. En dat doet hij hartstikke goed, moet ik zeggen. Hij komt zelf uit de schoonmaakbusiness. Volgens mij heeft hij zelf een schoonmaakbedrijf. Ja, die pakt het goed aan. En die heeft mij dus 27 uur uh, in de schoenen geschoven. En ik zei dat tegen hem. Ik nou, ik ben er hartstikke blij mee. Ik zei, en zei ik, ik had tegen jou gezegd, uh, zoveel uur maar hè? En dan keek hij mij zo aan met van die gruitige ogen. Ja, zei hij. Maar ik dacht zo, die arme jongen, die wil toch ook af en toe wel een biefstukje eten. Dus een paar uurtjes extra, dat kan er toch wel bij. Ik, ja, 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 ja. Nou ja. Ik heb tegen hem gezegd, ik zei ook tegen hem: wat je wel maar, raar, ik werk mee, punt. Ik ga niet moeilijk lopen doen. Ik wil meer uren. Want ja, ik kan het niet redden van 30, 40 uur in de maand, man. Dus ik wil meer uren. En nou, als ik die kan krijgen, dan begrijp ik ze. Dus ik heb tegen hem gezegd ook: van, nou, om die reden, want ik heb het gezegd en wat ik zeg, dat doe ik ook. Dus ik vind het goed. Ja, nou is het dus goed. En binnenkort ga ik dan dat contract tekenen, daar zal hij ook wel bij zijn. En dan ga ik wel tegen hem zeggen van ja, het is allemaal best en aardig. En ik doe het ook, ik eh, ben een man van mijn woord. En ik ga erop terug blijven komen dat ik niet zoveel uren wil. Ik heb het geld niet nodig. Dus... En ik hoef niet te sparen voor mijn oude dag, want ik zou niet weten waarom. Als ik straks 67 ben, dat is, dat is ook al. Uh, ik, dit jaar word ik 61, dus hoef ik nog maar zes jaar. Nou, en als ik die zes jaar nou voor deze organisatie blijf werken. dan krijg ik er ook nog een pensioentje van. Nou, en dan krijg je je AOW. En ik heb voor iets van 20, 30 jaar lang. heb ik ook iets van een pensioenverzekering iedere maand betaald aan 200 euro. ...dacht ik, daar ben ik wel op een bepaald moment mee opgehouden... ...maar ik neem toch aan dat ik daar nog iets van terugkrijg. Met andere woorden, mijn oude dag, dat, die, die, die zie ik uh, vrij simpeltjes in. En als ik niet ga verhuizen, wat me dan ook dan weer geen geld kost... ...en hier woon ik toch prima. En deze, deze flat is echt niet duur, hè? 372 euro in de maand, dus... Nou, dat is niet. Uh... Ja, daar kan ik er toch prima van doen. En ik drink niet meer. Nou, dat scheelt al heel veel geld. En ik rook niet meer. Nou, dat scheelt heel veel geld. En ik ook geen wiet meer. Nou, dat scheelt ook heel veel geld. Doe, ik, ik paf er toch ongeveer 5 euro wiet per dag doorheen. Nou, dat is 150 euro in de maand. Ja, dat heb ik niet meer. Je alleen maar met die thee van de Albert Heijn. En dan koop ik altijd van die value pak. Ze dus hebben die lekkere grote pakken. En dan van zo'n zakje waar je één pot van kan zetten. Want elk zakje gebruik ik twee keer. Ik hoef niet van die hele sterke thee. Het gaat mij meer om het idee van thee. <laughs> Leuk hè? En nou, helemaal maf af te maken. Ik zit nu nog in die. Uh, dat ik dus overal word ingezet. Hè. En dan kwam ik op een locatie. waar ik nog nooit eerder was geweest. En. ik ben daar nog. Nee, ik, kwam, ik kwam daar binnen. en die mensen die hadden dus. Uh, hoe moet ik het nou zeggen? Er zijn ook van die locaties, daar kom ik binnen en dan weten ze gelijk al. Oh, dat ben die en die en die al helemaal georganiseerd en zo. En bij wijze van spreken krijg je dan al een lijst onder je neus gedouwd. van jij moet vandaag dit en dit doen. Maar dit is het schoonmaakrooster. En daar klopt ook alles. Dus dan heb je een goede waskar en alles is gewoon tip-top. Ja, dit was typisch niet zo'n locatie. Dat meisje, dat keek me ook. Meisje, ja, een jonge vrouw. Die zei: me, oh, ja. Um, ja, normaal gesproken. Um, uh, ja, uh, Jacqueline of zo. Ik zeg maar een naam. Hè. Ja, die, die weet altijd alles. En, um, maar die was er natuurlijk niet. Daarom was ik er als invaller. Ik zei, ja, ja. Ze dus laat me dan maar dit zien. En laat me dan maar dat zien. En dat deugde echt helemaal niks. Maar die waskar was echt een drama. Oh, oh, oh. En ik zat daar dus een beetje met mijn handen in mijn haar. En dan komt die vent weer binnen. En dan kon dus gelijk die man aanschieten. Ik zei: ja, ik heb er wel een beetje een probleem, want ik moet die de boel gaan opfrissen. Maar uh, dit en dat en zus en zo is, is niet oké okay en niet in orde. En wat moet ik nou doen? Die man zei: ah, nou, dat maakt niet uit. Dat we gaan we regelen voor je. Ik loop al even met je mee. Nou, ik, hij liep met me mee, wij naar het hoofdkantoor, la la la, alsnog de spullen die ik nodig had. En ik kwam aan de slag. En hij zei dus tegen mij: van ja, die locatie, dat wordt de locatie waar jij vast gaat komen. Ik zei, oh, dat is ook toevallig dan. Hè? Nou, toeval bestaat niet. Hè? Maar de locatie, ik ben dus echt op 30 locaties geweest. Toevallig komt die man dus binnen op die locatie waar ik dan bezig ben. En dat is dan de locatie waar dus geen goede spullen zijn. En dat is dan niet erg omdat die man er net is. En die man loopt dan wel even met me mee en laat dan horen van. Uh, nou, dit is de locatie waar, jij, uh, waar ik jou heb ingepland. Daar ga jij 22 uur in de week uh, de boel zuiveren. Ja. Nou, die mensen, die, uh, die mag ik wel. Ja, Die jonge vrouw, ja, die mocht ik wel. Leek me wel een vrolijk type. Heel Relaxed. En uh, die andere mensen van de begeleiding, ja, die mag ik ook wel. Die ene is Mohammed Nou, dat vind ik ook uh, kei leuk. Die weer is wel anders dan al die atheïstische westerlingen. En dan die bewoners daar, zo de knetter man. Dat had ik nog niet meegemaakt. Maar die kwamen drommen rondom mijn waskar en uh, gingen daar spullen van pakken en dan uh, uh, zelfs mee gooien. Dat ik moest zeggen van hé, hey, <laughs> blijf eens af, van mij. <laughs> en die begeleiding lachen. Ja, nou, je leert het al hoe je met die mensen om moet gaan. Had ik nog helemaal niet meegemaakt. Dus dat, dat wordt nog wat hoor. Het zijn geen liefertjes daar. Dat, dat kan ik je wel vertellen. Ronduit. Ja, dat is gewoon agressief niet iedereen uh, en ik neem ook wel aan dat sommige mensen op dat moment een uitgesproken slecht humeur hadden en dat zal op doordeweekse dagen ook wel heel andere um, situaties zijn daar omdat dan op doordeweekse dagen zitten die mensen op de dagbesteding dus dan als schoonmaker ben je alleen eventueel met wat begeleiding eventueel met iemand die dan die dag ziek is of zo uh, en die hoeft dan niet en nu was het dus een vrijdag dat ik daar draaide. Maar ik zie er wel naar uit. Ik vond het. Een, ja, of ik vind het een uitdaging. Ik heb ook op locaties gewerkt. Dat er, ja, je hebt zoveel. Dus met die bewoners, in principe heb je met die bewoners of cliënten. je hebt er niet iets mee te maken. En dat is de begeleiding die dat heeft. Dus, maar die mensen zijn er wel en ja, ze praten wel tegen je, dus ze gaan wel met jou om. Dus je hebt er wel mee te maken. En dan deze groep. Het is eigenlijk toch wel leuk om die mensen beter te leren kennen. Vooral die gozer die. Uh, die met mijn spullen ging gooien. Het is natuurlijk asociaal gedrag wat ze dan vertonen. En. Ja, die mensen zitten niet voor niets uh, in zo'n situatie. Die mensen worden intensief begeleid. Volgens mij, toen ik daar was, toen ik aan het werk was, waren daar. Was daar één begeleider per drie bewoners. Dus, dus ja, ik heb ook wel meegemaakt dat het één op één was. Hè? Maar dit is dan één op drie. Ja, en daar hebben ze echt de handen vol aan. Hè? Ja, wel bijzonder. Kijk, deze mensen. Die daar verzorgd worden. die hebben zorg nodig. Die, die kunnen echt niet zelfstandig door het leven. En dan kan jij druk maken. ja, hoe kan dat dan? Maar dat doet er helemaal niet toe. Ik weet niet veel hoe er gekomen is. Er zit, ik heb daar iemand keer horen gaan, jongen. En echt ongelooflijk ruw en grof en. Ja, totaal sociaal onacceptabel. Maar die had wel een Nederlandse taalbeheersing waar je u tegen zegt. Ik denk, nou, je hebt een behoorlijk vocabulaire gabber. Dus die vent is niet dom. Hij vind ik dan wel weer interessant. Ja, aan mij doen ze niks. Ik ben niet bang voor ze of zo. Nou, gewoon duidelijk gezegd, dus mijn kar en mijn spullen, dan blijf jij vanaf. Dat nou? Spreek je geen Frans of zo? Nee, erg leuk. En dan denk ik ook, want het is geen toeval dat die manager mij op die groep heb gezet. Want ik heb daar samengewerkt met een vrouw en die zit in precies hetzelfde schuitje als ik. Hè? Die gaat ook overgehaald naar, uh, naar de vastigheid. En die krijgt ook een eigen pand. Maar die. Uh, die moet je daar niet. Dat, 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 is, dat is niets voor haar. Dat kan echt niet. Dat is zo'n fragiel vrouwtje. Dat kan die man. En je kan niet zeggen dat die mensen daar. dat het asociaal tuig is. Maar zo gedragen ze zich wel. Alleen dat zit heel anders in elkaar. Want die mensen die zitten geestelijk. Uh, ja, gaat het allemaal heel anders? Die zeiden, ja, die, je zou kunnen zeggen, ze zijn knetter. En dan gek. Ja? Van knetter. Dat het knettert in hun hoofd. Zo'n bliksemschichten. Daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. Maar ze kunnen heel intimiderend zijn. Dat is het. Intimideren. Ja, Zo'n zo fragiel vrouwtje die, die gaat er aan ten onder man. En daarom heeft die kerel mij daar neergezet. Ja, natuurlijk is dat zo. En dat vind ik dan toch weer tof. Hè? En dan zo'n leuke kennismaking met een van die begeleiders. die dan Mohamedaan uh, bleek te zijn. Die was van Nederlands-Marokkaanse afkomst. Ik zeg, Oh, heb je een Nederlandse vader? Een Nederlandse moeder. <laughs> nee, zei hij: Mijn ouders zijn allebei Marokkaan. Marokkaans. Maar ah, ik ben een Nederlander. Oh, ja. En toen zei ik iets tegen hem: van... Oh ja, toen zei ik tegen hem: Van ik kom hier voor vast. Condeo Valente. Inshallah. Dat betekent allebei hetzelfde. Hè? Condeo Valente, dat is Latijn. Dat betekent. Uh, als God het wil. En inshallah. Inshallah zeg je dan. Precies hetzelfde. Maar dan op zijn Arabisch. En hij knikte zo. En toen nee, was hij uitgeknikt. Zei hij. Zei je nou, inshallah? Ik zei ja. En hij ging helemaal stralen. Hij zei, oh, jij kent Arabisch. Ik zei, maar, ah, dat is een groot woord. Ik zeg maar, uh, lahilah, alialah, la. Muhammadur derazulalah. Nou, voordat ik Muhammadur derazulalah had uit kunnen spreken, zat hij al te juichen en begon hij op mijn schouder te slaan. en zei, hij, ja, broer. <laughs> Hij zei, ja, jij bent wel van religie en geloof en zo. Ik zei, ja, ik ben een bijbelgelovende christen sinds mijn twaalfde jaar. Vond hij geweldig. Ja, dat slot van rekening. Je kan over hebben die Mohamedanen zeggen, ja, die Mohamedanen, Allah, Akbar en zo. Maar die mensen, los van bepaalde stukjes uit de, de Koran of de, de Hadith of zo... Maar de staat, uh, er is opgeschreven, is gedicteerd door de, uh, door de profeet Mohammed, uh, God zegen zij op hem. Moet je er altijd achteraan zetten, uit, uit, uit beleefdheid. Kortom, maar zo moeilijk is het voor jou ook niet. Om te gaan met de Mohammedaan mag je het best hebben over Mohammed, de profeet, maar dan zeg je altijd erachteraan, God zegen zij op hem. Want anders is het onbeleefd. Ja, de, de profeet, God zegen zij op hem, die heeft gezegd dat als een volgeling van hem het ergens, uh, als hij ergens helemaal niet uitkomt, uh, dat hij het dan ook kan vragen aan de mensen van het boek, waarmee hij bedoelt de joden en de christenen. Dus wij zijn in die zin niet de, de keiharde infidels. Want wij zijn de, de mensen van het boek waarmee bedoeld wordt, de Bijbel. En in de Koran wordt ook gesproken over Abraham, heet een Ibrahim. En ik denk Mozes wordt ook wel benoemd. En Jezus wordt benoemd, heet Isai, maar dat is Jezus. En dan wel anders dan dat wij christenen dat benoemen. En in die zin is het dus absoluut ook geen christendom. Maar we komen er niet uit door de conflicten op te gaan zoeken. Je moet eruit komen, want we moeten ergens uitkomen, ook met de Mohamedanen. En we komen er alleen maar uit met een gezamenlijke grond. En vanuit de gezamenlijke grond gaan we opbouwen. En dan gaan we kijken hoe dat huis eruit ziet. En met deze mamamedaanse begeleider, een jonge gozer, een jaar of 23, 24 of zo. Hè? Ik zei tegen hem, ik weet niet hoe het erop kwam. Ja, hij vroeg van, ben jij dan veel bezig met de Bijbel en zo? Toen zei ik, nou het is voor mij, ik ben bijbelgelovende christen van ver twaalfde, maar zei ik... Sinds die aanslagen van 11 september en ik weet, sinds de tijd dat ik weet dat het niet Osama bin Laden was, ben ik uh, ja, veel bij gaan leren. En daarmee ook veel meer weer in de Bijbel gedoken. Door die aanslagen van 11 september, zou je kunnen zeggen, ben ik me veel bewuster geworden van mijn religieuze roots. Want we hebben het hier over het werk van de Antichrist. Dat heb ik niet, niet op dat moment tegen hem gezegd, maar dat zeg ik nu even tegen jullie. Hè? En hij dus, van ja, dat was Osama bin Laden niet. Hij weet het. Kijk, dat is een gezamenlijke grond die ik heb met een Mohammedaan en die ik niet heb met mijn moeder. Want mijn moeder die geloofde dat het nog steeds Osama Bin Laden was. Want dat kan niet anders, want dat was op de radio en op de tv. En uh, Jeroen Pauw, dat is een hele aardige man, hoor. En die ziet er ook echt heel netjes en verzorgd uit. En dat geldt ook voor die Matthijs van Nieuwkerken. Dus daar heb ik helemaal geen gezamenlijke grond. Hè? Op dat terrein... En met die Mohamedaan wel. Dat vind ik erg leuk. En hij vond het ook leuk. Dan dat stak hij niet onder stoelen of banken... dat hij het eigenlijk uh, bijna fantastisch vond... dat ik gelovig was. Ja, dat was een hele fijne... Eerste kennismaking met wat dan, ja, nou, zo goed als zeker mijn vaste plek gaat worden, waar ik voorlopig de boel goed schoon ga houden. En wat me ook zo lekker lijkt, om, want die waskar van mij, dat is een. Grrr. helemaal niks, man. Maar dat had mijn manager ook al gezien. Hij zei, die waskar die deugd niet. Ik zei, nee, inderdaad. Dus dat ga ik samen met die man wel eventjes kunnen verbouwen. Tot een, een waskar zoals ik, waar ik van hou. Ik hou van functioneel. Ik, ik hou niet van een waskar die helemaal vol zit. Met allemaal dingetjes. Die je wel eens nodig zou kunnen hebben. Als er een vlieg bekneld zit tussen de deurpost. Dat je een speciaal mesje hebt om beknelde vliegen. Nee, het is wel handig om die dingen te hebben. Maar die liggen niet op mijn waskar. De waskar is de kar die je iedere ochtend, als je daar aan de gang gaat. dan rij je hem uit het washok, waar de waskar dan maar staat. en dan zit daarop wat je normaal gesproken nodig hebt en meer niet. Niet al die rotzooi. Want die mensen daar, die, die komen alleen maar af op zo'n waskar. en die zijn allemaal zich nieuwsgierig. en als die helemaal vol ligt met meuk. En dan gaan ze met al die meuk lopen gooien, man. Dat moet je niet hebben. Dus wat heb ik nou nodig op mijn Waskar? Nou wat ik nodig heb, ik moet zo'n ding hebben om te kunnen moppen. En die moet in zo'n kliksysteem, klak, zit hij vast. En dan heb ik een ding nodig om te kunnen wissen. Die zit ook in zo'n kliksysteem, klik, en daar zit hij vast. Ik wil dat ze allebei schoon zijn. Dat was daar ook niet. Dat vind ik ook verschrikkelijk dat je gaat schoonmaken met materiaal wat zelf niet schoon is. Dat kan niet. Ja, wat je nodig hebt is zo'n rol met van die swifferdoek. En je hebt nodig een stoffer en blik. Want als je uitgezwifferd bent, dan gebruik je het stoffer en blik... om dat swifferdoek in één keer in het blik te stofferen. En dan doe je dat in je vuilniszak. Zo, er zit ook een vuilniszak op die waskar. En je hebt een bak, daar zitten je moppen in... en die zijn netjes beregend met de juiste hoeveelheid water... Dat steekt heel erg nauw. En dan heb je een bakje en daar zitten je microvezeldoekjes in. Met de juiste hoeveelheid water eroverheen gesprenkeld, want dat, speekt, dat steekt erg nauw. En daarnaast heb je een bakje en daar gaan de microvezeldoekjes in die gebruikt zijn. En dan heb ik nog twee spuitbussen. Namelijk eentje met meuk voor de toiletten. en voor de vloer in het sanitair. En die spuitbus heeft dan rode kleur. En dan heb ik een spuitbus. gewoon zo'n zo plantenspuitbus. Die is knijp, 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 knijp. En die heeft dan de blauwe kleur. en dat is voor het sanitair. En meer heb ik niet nodig. Op mijn waskar. Oh ja, ehm... Um een doos met handschoentjes en uh, twee, ze hebben daar twee of drie maten vuilniszakken heb je nodig. Gewoon van die rollen en die kunnen onderop liggen. Klaar. Dan ben ik mooi af met dat het uh, bewonersgebeuren uh, gaat gooien met mijn spullen. Want dan zit er gewoon bijna niks meer op die kar, snap je? Nee, en dan krijg ik ze wel onder de duim. <laughs> nee, ik denk dit met die bewoners zal het wel meevallen. Die raken ook opgewonden van het feit dat je nieuw bent. En, en wist je trouwens, dat is best traumatisch. Maar de mensen die dus overgeleverd zijn aan die zorg. Dat die bij hun leven. Want ze brengen hun hele leven door in de zorg. Dus ze komen nooit zelfstandig te wonen. Die mensen zijn ongeneeslijk. Dat komt nooit meer goed. Ze worden alleen maar ouder, meer niet. Maar in hun, tijdens hun hele leven worden ze dan begeleid door. Een, een verschrikkelijk hoog aantal verschillende mensen. Dat loopt in de duizenden, zo niet. 15.000 of zo. Echt verschrikkelijk veel. Dus die mensen kunnen zich helemaal niet hechten. Die moeten daar knettergek van worden. Dat kan niet anders. Want iedere keer weer een nieuw gezicht. dat is niet leuk, joh. Daar kan die organisatie niks aan doen. Daar kunnen die mensen niks aan doen. Daar kan jij niks aan doen. Daar kan ik niks aan doen. En het is dan wel leuk dat ik daar. Voorlopig de vaste kracht wordt. Zodat ze elke dag hetzelfde gezicht zien: voorlopig een beetje vastigheid. Ja, en ik heb dan lekker een vast inkomen. Dat is heel fijn. Helaas een beetje veel uren, maar ja, dan krijg ik ook wat meer geld en ja, dat pikt de belastingdienst dan weer in omdat ze loonbeslag hebben, maar die jongens en meisjes van de belastingdienst die mogen natuurlijk ook niet oneindig blijven inhalen. Dus... En ik heb mijn boekhoudaccountantskantoor, heb ik alle gegevens gegeven en die gaan met die hele zaak beginnen en die gaan namens mijn uh, onderhandelens. Dus die kletsen daar wel wat uit en dan stopt die belastingdienst ook met graaien en dan heb ik weliswaar veel te veel uren, maar dan gaat mijn spaarrekening lekker stijgen. Nou, dat is ook niet vervelend. Nee, dat is allemaal wel leuk, man. Nee, ik ben heel erg blij met wat er zich in mijn leven heeft afgespeeld in 2019. Dat is echt een super tof jaar geworden. Een hele nieuwe werkkring erbij. Uh, allemaal nieuwe ervaringen opgedaan. En ook de wereld leren bekijken vanuit een hele andere hoek. Dat is toch fijn hoor. Ik zat dus van de week afgelopen vrijdag in de bus naar mijn werk. En dan. Ja, dan zit je in die bus met allemaal andere mensen natuurlijk. En er waren niet heel veel. Maar ik keek zo in de rond en dacht ik van, nou, jullie, ja, jullie moeten denk ik allemaal naar de plek toe waar ik ook naartoe moet. En dat was ook zo. En die mensen, oh ja, daar merkte ik het ook aan. Dat die mensen die in de bus inkwamen, die zaten elkaar allemaal te groeten. Ik denk, ja, iedereen kent elkaar dus. Hè? Ja, dat waren dus collega's van mij. Nou, en dan. Dat betekent dat als ik straks, uh, dat is bij 1 februari, dan zit ik dus iedere ochtend zo'n beetje in de bus. Nou, dan gaan ze ook allemaal mij begroeten van, hallo. <laughs> en dan vind ik dat wel weer gezellig, denk ik, ja. En het is weliswaar een beetje veel uren, maar aan de andere kant, ik, ik weet niet hoe laat ik mag beginnen... Maar stel, ik, ik zou om acht uur mogen beginnen. Dat, dat lijkt me eigenlijk wel tof, hè. Ik weet niet of dat kan hoor, maar nou, dat zou wel fijn zijn. Acht uur beginnen. Half acht zou ik nog mooier vinden. Maar dus, laten we uitgaan dat ik om uh, half acht mag beginnen. Nou, dan ben ik zo uh, half één, kwart voor één. Toch? Dus, uh, half dertien hadden nou, weer. Half acht, half dertien. Ja, uh, vijf uur. Dus, Vijf uur en een kwartier of zo. En dan zit ik erop. Dus dan half acht beginnen. En dan ben ik rondom kwart over één half twee. Smiddags ben ik thuis. Kijk, dat is wel weer lekker hè. Dan heb ik de hele middag voor mezelf. Kan ik heerlijk gaan programmeren. Ja, dat is, is wel weer tof. Dan heb ik precies het leven wat ik wilde. Elke ochtend lekker op tijd op. Ik heb mijn sociale contacten, ik kan mijn leven verantwoorden met sociaal goed werk. Want wat is er nou mis met toiletten schoonmaken voor gehandicapte mensen? Daar doe je geen vlieg kwaad mee. Ja toch? En mijn computers doen het goed, en mijn netwerk draait lekker. Nee, ik ben erg tevreden en blij en ik hoop dus voor jullie ook dat ik vertel het alleen maar als leuk verhaal, meer niet. Zoveel baantjes zijn er ook weer niet in de gezondheidszorg, maar als je ooit in dezelfde situatie komt als ik, het is de moeite van het overwegen waard hoor. Het is helemaal geen stom werk en nou, je wordt er dus niet heel rijk van. Maar het is ook niet heel stressvol werk en je wordt er toch wel voor gewaardeerd. Nou, Hij is eigenlijk wel uh, oké. Okay. En zo zie je maar, na een half jaar daar intern te hebben gezeten, ja, ben ik toch doorgeschoven naar een niveautje hoger. En mijn einddoel zou dan toch zijn dat ik hier in het centrum van Arnhem aan de slag kan. Dat lijkt me nog veel fijner. En dan kan ik lopend naar mijn werk. Ik hoef ik niet meer met de bus. Ja, dat zou mooi zijn voor de laatste paar jaar dat ik dan nog werk. En dat ik dan hier in het centrum aan de slag kan. Dat... Maar dan ben ik echt helemaal kaasje hoor. Dan, dan dank ik de Heer op mijn blote knietjes. Zover zijn we nog niet. Eerst ga ik dit maar eens even goed doen. Met mijn eigen waskar. En daar eens even laten zien hoe... Ja, ook aan mezelf laten zien hoe ik zo'n pand goed schoonhoud. Zodat mijn manager op een willekeurig moment binnen kan komen vallen... en een inspectie kan houden, een verrassingsinspectie. En dat hij zegt, nou, het zit hier allemaal hartstikke netjes uit... Goed gedaan, Jochie. Dat ik zeg, euh, mooi zo. Dank je wel, baas. Want ik kan het wel, hoor. Dat heb ik al wel gemerkt. Dat ik... En dan kom ik op locaties en dan ga ik een toilet schoonmaken. En een toilet heeft ook een buitenkant en heeft ook een onderkant. En bij een toilet, niet op alle locaties. Die locatie waar ik kom, toevallig niet. Dat is best wel makkelijk. Daar, die locatie waar ik kom, dat zijn zulke wilde brassen daar. Daar staat, daar heb je niet eens toiletpapier op het toilet. Dat kan daar echt niet. Daar gaan ze mee gooien. En er is ook geen playborstel. Ja, dat is lekker makkelijk en handig en blij. Want dan hoef ik ook dat niet schoon te maken. Maar normaal gesproken heb je daar waar de playborstel in staat, dat moet je ook schoonmaken. Dat moet elke keer gebeuren, hoor. Dat doen ze niet altijd. Dat merk ik dan. En dan kom ik daar en ja, ik maak het wel schoon. En ik maak het dus ook achter de bril maak ik het schoon. En de onderkant van het toilet maak ik schoon. En ik doe het lichtknopje schoonmaken. En ik doe. Uh, huh? En de spatzone. Er zijn veel mannen die gaan staan plassen. En dat, uh, dat is allemaal manneke pissen in de rondte, natuurlijk. Dus dan moet je de tegels uh, tot een meter hoogte, die tegels rondom het toilet, die, die moet je ook doen. Elke keer. Niet eens in de week, maar elke keer. Ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat pand eruit gaat zien als ik daar uh, eens even de scepter ga zwaaien. Ja, ik zie er erg naar uit. Kijk, dat is toch leuk voor je. Kijk, daar kan je dan wat mee doen voor jezelf ook. Het doel van jou als mens is dat jij je leven doorbrengt op een nuttige manier. En wat jij voor jouw geval nuttig vindt, dat is misschien niet schoonmaken in de gehandicapte zorg. Dat is maar goed ook, want anders zou er ook geen ruimte zijn voor iemand zoals ik. En voor jou is het misschien wat anders. En maatschappelijke status, dat is niet zo belangrijk. Echt niet. Het gaat erom dat jij je als mens nuttig voelt. En dat moet je maar kijken hoe jij dat wil. Wat voor jou nou telt. Snap je? En in die zin kan je dus aan mijn stappen een, een voorbeeld nemen. Niet om mij te eren of zo. Dit is niet zo heel hoogstaand wat ik heb gedaan. Maar het was wel heel succesvol. Het heeft goed uitgepakt. Het is een succesverhaal, laat ik het zo maar vertellen. Niet om jou jaloers te maken, maar om je aan te geven hoe makkelijk het kan zijn. En hoe makkelijk dingen zich kunnen ontvouwen. En ja, hoe het. Hoe het geluk je ook goed gezind kan zijn. Niet per se gaat altijd alles fout. Getuigen dit. Dus als jij dan een keer wat van plan bent, denk ik, we zoveel goed gaan. Nou ja, in mijn geval ging het goed. Dus dat kan het met jou in zo'n geval ook goed gaan. Dus in die zin is het hoopvol. Nou, ik hoop dat ik het een leuk verhaal vond. En ik denk dat ik de komende, of sinds vanaf februari, het begint dan over drie weken of zo. Ja, dan zit ik er elke dag. Ja, dan zal ik nog wel meer verhalen, denk ik, op kunnen lepelen. Ik denk met die Mohamedaanse begeleider, daar ga ik vast nog hele leuke gesprekken mee hebben. En die, die jonge vrouw die er werkt. Daar ga ik nog mee lachen. Dat, dat weet ik nu al. Die heeft echt zo'n leuke zelfspot en zo'n heerlijke houding. En... Ja, dat, dat wordt geinig, man. En die andere begeleiders die heb ik wel eventjes gezien en een handje geschud, maar dat weet ik verder nog niet zo. En ik moet nog helemaal gaan leren met hoe het regime daar precies is. En op welke dag wat gebeurt en waar ik een rekening mee moet houden. En... Dan kan ik ook mijn schoonmaakrooster daarop aanpassen. Want afgelopen vrijdag, ik had die kamer... Ik kwam dus binnen en ik ging die kamers eerst inspecteren. En van die bewoners. En nou, eigenlijk elke kamer was... Mm, ja, dat was niet oké. Okay. Op de vloer en zo. Hè? Dus zei ik ook van, nou, ik moet al die kamers gaan doen. En toen ik die inspectie rond aan het houden was... Toen waren al die bewoners in de gemeenschappelijke ruimte, in de woonkamer. waren al die kamers leeg. Ja, tegen de tijd dat ik aan de slag ging, hadden die, ja, die meuten in de gaten, dat die, die man met die rammelkar. En dat werd een interessant. En dan gingen ze allemaal achter me aanlopen. En dan gingen ze op hun eigen kamer zitten. En ja, vervolgens kon ik dus de kamers niet meer op. Daar moeten we toch wel wat op verzinnen. En dan heb ik ook tegen de begeleiding gezegd: ja, die kamer en die kamer en die kamer, daar kan ik nu niet binnen. En daar moet wel schoongemaakt worden. Ja, dat, dat hou ik wel in de gaten. Maar dat vind ik dus leuk, snap je? Nee, dat wordt maar wat. Nou, dan kan ik tegen jullie zeggen met een heel tevreden gevoel vanuit uh, mijn woonplaats, mijn woonplaats Arnhem. Dat het met mij wel goed gaat en dat ik hoop dat jullie dat ook uh, zoiets moois, uh, leuks, schijnigs mag overkomen. Dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lieve gelukzoekers.